Oh! Oh! Hij heeft ze! Hallo, Danny, Hugo en Hopday Bos. Klinkt echt heel weird, maar maakt niet uit. Ik ben benieuwd. Dit voelt high explosives, maar we deden toch iets anders. Oh nee, niet. Huh, wow, 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 wow. We doen wel high explosives, bro. Wat ben ik aan het zeggen? Ik dacht dat ik net iets anders... Ik dacht dat ik dat andere... Hoe heet dat ook weer? Met die jetpacks. Nou, geen idee. Maakt ook helemaal niet uit. Hey, doei. Hey, hoezo? Hallo? Ga dood. Bro, hoe lang duurde deze RPG om te reloaden? Wat? Dat duurde dik een half uur. Bro, begin mijn eerste grijze hart te zien. Ik hoop dat we met z'n allen daarheen gaan. Weet je wel, met z'n vieren. Niet zoals gisteren dat dan... Gaan we daarheen? Oké, prima. Prima. Go, 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 go. We gaan niet weer... Nee, oh, daar gaat weer één iemand. Eén iemand gaat weer verkeerd. Die is nog aan het poepen of zo, denk ik. Dat hij nog daar zit, dat hij dan... Ja, sorry. Kinderachtig, ik. In ieder geval, we gaan dus naar Ruins toe. Blijkbaar. Ik vind hem al prima. Daar gaat voor de rest bijna niemand heen. Oké. Okay. Maakt voor de rest ook niet uit. Laten we eerst een gun proberen te fixen, oké? Okay? Jeez. Bro, wat is dit? Oh. Ik dacht daar even van... Oké, okay, misschien ook meteen een kill pakken. Waar is hij nou? Nou, daar is hij dus niet. Laten we deze even gebruiken. Ja. Er was hier één enemy, maar die is denk ik al dood of zo, of wat? Geen idee. Oh, je wacht. We hebben een quad launcher natuurlijk, hè? Die quad launcher moeten we echt hebben. Die dingen zijn echt beast. Dan heb je echt beast modus, hoor. Dat is echt bizar. Is dat nou... Nee, dat is een rocket. Ik dacht dat er een enemy daartussen zat, maar nee. De ene enemy is voor mij gewoon weg, hoor. Ik weet niet. Volgens mij wel. Ik denk het wel. What's up, bruh? Yo, what's up, bros? Nee. Oké. Okay. laten we dit vergeten. Dit heb ik vooral niet gezegd. We nemen die mee. We nemen nog meer crashpads mee. Crashpads zijn namelijk OP. Oh. Nice, bro. Dat was misschien niet heel slim, want blijkbaar kan je redeployen. Dat wist ik dus niet. Maar dat weet ik dan nu wel. Let's go. We gaan die kant op, oké? Sorry. We gaan de andere kant op. We gaan naar Danny. En Danny Unica. Unica 2. Like, Danny was heel normaal. Dat was makkelijk. Maar dan die andere naam, ik heb geen idee. Help. Waarom kijkt iedereen me zo aan? Heb ik wat van je aan of zo? En wat ben je nou aan het doen? Er zit daar niemand, toch? Nee. Oké, okay, nou, ik wil wat kills maken, guys. Ik denk dat het wel een leuk idee is als we... Nee, we gaan niet daar... Nee, 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 nee. Waarom? Waar schiet je heen? Oh. Oh. Oh, pff. Bro. Zag die dodge. Zag die gekke dodge. Daar wil ik even de replay van. Jongen, die droom dacht ook van... Psych! Kom, guys, kom. Kom. Oh, dit gaan we zo hard verliezen, hè. Kijk wat mijn teammates doen. Niks. Dat is het hele probleem. Ze doen niks. Maar niet uit, blijf positief. Danny is aan de andere kant van de wereld gelopen. Die dacht van, weet je, ik heb geen vrienden nodig. Prima. De ene guy die loopt de hele tijd op een drone te schieten. En die andere guy kijkt ernaar. En zit zo van... Hallo. Heb je guns voor mij? Bro, dit goed? Oh my god. Het gaat zo fout. Dit is echt niet goed. Maar prima, let's go. Die heb ik lang niet gezien. Dankjewel. Oh. Kom. Guys, kom. Kom. Laten we vooral even een enemy gaan killen. Kom op. Ja? Ja? Nee? Ja? Nee? Kom op. Oh. Oh. Let's go. Oh, nice. Daarachter zit nog iemand. Moet je opletten. Oh. Oh.
Kom eens hier bij mij. Kom eens even snel hier. Er was toch nog iemand ergens? Daarachter. Let's go. Dankjewel. Neem er gewoon twee mee. Want ja, waarom ook niet trouwens? Waarom ook niet, hè? Oh, nog een enemy. Waar kom jij vandaan? Oh, ze zitten achter helemaal, bro. Ja, dat is echt een Tokyo. Oh. Nou, guys. Danny zit nog steeds aan de andere kant. Ik weet niet wat Danny aan het doen is, maar die geniet van zijn leven volgens mij. We nemen die wel mee. Ik vind hem wel mooi. Je hebt een mooi dingetje trouwens. Mooi ding, man. Poh, mooi ding. Oh, dat is misschien niet heel slim. Poh. Poh. Bro! 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 Nou, wacht nou even. Ja, juist hem! Let's go! Kom op! Nee, come on! Please, 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 please! What? No way! No way! Kom, je gaat hem nog een keer gebruiken, hè? Let's go, dankjewel. Nee! Oh my... Bro, ik wil je killen. Let's go, dankjewel. Jemig, dat duurde echt een half uur. Ik vind het helemaal mooi. We gebruiken er nog eentje. Let's go, we hebben er drie. Oh. Oh bro, pas op, pas op, pas op. Oh, pas op, pas op. Oh. 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 Oh, oh, kom op. Kom op, schiet raak. Hallo? Hallo? Nou, bro, die dingen gaan niet eens raak. Wat is dit, jongen? Is dit van Nerf of zo? Dat ze gewoon geen pijn doen. Ik bedoel, zelfs Nerf zal meer pijn doen, eerlijk is eerlijk. Die dingen kunnen af en toe echt pijn doen. Kom maar, kom maar, kom maar. Ik carry je wel weer, hoor. Ik carry je weer wel weer. Heb je nog kip? Hebben we een leuke kip carry, kom op. Please, niemand zie me. Iedereen is al dood. Behalve Danny. Danny leeft nog. Die naar de overkant was gegaan. Mooie klemtoon trouwens, Rick. Maar niet uit. Ik heb letterlijk niks voor je, bro. Dus ik kan ook niks voor je doen. Ze gaan allemaal naar Danny toe. Ik weet niet. Danny heeft waarschijnlijk koekjes of zo. Bro, ik schrok me de pleuris. Dankjewel. Dankjewel. Thank you. Oh, oh, oh. Waar komt dat? Oh, waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Oeh. What? Knocked hij mezelf out? Nee, dag. Really? Ik heb mezelf niet genokt. Ik heb dat niet gedaan. Hij heeft hem! Hij heeft hem! Hij heeft hem! Hij heeft hem! Kom op, please, revive me! Revive, revive, revive. Nee, ik kill hem nou niet! Boeien, dat maakt niet uit! Kill, dat kan niet! Kill hem! Revive me! Bro! Revive me! Ja, ja, let's go, let's go! Snel, snel, snel! Snel! Nee, revive me nou! Je had me lang kunnen... Nee, bro, bro, bro! Hij skipt mij gewoon, hè? Hij skipt mij gewoon! Ja, payback! Payback! Hippa. Oh, je gaat... Nou, het was niet een heel groot succes, moet ik eerlijk toegeven. Maar, nog een potje en hopelijk betere teammates. Want dit was wel, I don't know. Oh, wacht, Danny leeft nog. Ik weet niet voor hoe lang, maar Danny leeft nog. Zullen we eens kijken of Danny het ook gaat overleven? Ik ben benieuwd. Danny, 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 Danny. Gaat hij dit winnen? Hij heeft nog 5 splashes. Hij overleeft het wel qua HP. Dat is mooi. Alleen, ik denk, ja, Kijk, we kunnen hier een aantal opties zetten. A, hij gaat door de storm. Dat is een optie. Je hebt ook nog optie B. Is dat hij het wint. Je hebt ook nog optie C.
is dat hij zeg maar relatief ver komt, maar gewoon vol gesandwiched wordt. En dat hij dan in één keer dood is. Ik weet niet, maar ik gok zeker. Ik heb zo'n vermoeden dat het zee gaat worden. En hij krijgt nu ook namelijk, hoeveel damage krijgt hij per storm? Veel te freaking veel. Hoeveel? 10 of zo? Nee, 5. Oh, dat is... Bro, je moet wel ver hoor. Zie je dat? Waarom loop je trouwens? Nee, je moet het blauwe... Nee, pak het blauwe lijn. Dat kan niet. Dat gaat niet werken. Dat gaat niet. Oh my. Je gaat dood. Jij gaat dood. 100%. Je hebt nog 3 splashes, bro. En de volgende storm. Oh, dat is zo niet te doen. Come on. Please. Come on. Word ik nou getrold of zo? Of wat is het nou? Dit ga je never nooit overleven, right? Bruh. Guys, really? Are you kidding me? Are you kidding me? En nu gaat hij dood. Oh, dat is best wel slim, moet ik eerlijk toegeven. Heb je best wel slim gedaan. Komt er nu opeens random een sniper, weet je wel, you never know. Oh, hij heeft hem. Hij had hem 1 keer gehit, dat sowieso. Maar gaat hij dit winnen? Het wordt wel erg moeilijk dit trouwens. Oh, wat doe je nou? Wat? Deze guy is echt trollmodus of zo, hè? En schiet hem op zijn bakkes. Hey. Volgens mij zit er iemand links van je. Ja. Oh! Hij heeft ze! Bro, hij heeft ze gewoon. Wat? Ja, dag. Deze guy heeft gewoon alle 2 gekild. Misschien hadden we toch naar Danny moeten luisteren in het begin, right? I mean, hij komt nu wel het meest verre. De rest van de 2 zijn al geliefd. Hij pakt nog zo'n ding op. Gaat hij dat ding gebruiken? Oké, kan ook. I mean, hij doet het wel 10 keer slimmer dan wij het deden. Oh, ik dacht dat hij vastliep. Hij ging gewoon stilzitten, oké. Okay. Ik moet wel nodig aan de wc toe, dus alsjeblieft, Danny schiet wel een beetje op. Hey, weet je, als ik dan zo mijn mobiel pak, hè, dan zie ik opeens zo'n mooie popsocket hier. Als je deze popsocket ook wil, ga naar paradeshop.nl, want die is namelijk weer verkrijgbaar. Er zijn er nog 95 over, uit mijn hoofd. Dus wees er zeker snel bij, voordat ze weer allemaal op zijn. Oh, dan gaat iemand daar een Stairway to Heaven doen ofzo. Dat is niet heel slim. Oh, please heb geen crashpad. Please heb geen crashpad. Please. Oh. Of course, je kan gewoon gliden. Laat maar zitten. Rick met zijn domme opmerkingen in 2020. Jongen, daar kun je echt een boek van schrijven volgens mij. Heel veel YouTubers hebben dan bijvoorbeeld een biografie. Of over hoe ze YouTuber zijn geworden. Bij mij gaat het gewoon heten. Paradoes zijn domme opmerkingen. Gaat hij dit halen? Oh, deze guy, jongen. Ik had niet verwacht dat hij dit zo zou doen. Bro, ik zou hier niet durven stil te zitten, eerlijk is eerlijk. Het zou zo ziek zijn als hij dit wint, hè. Het zou zo ziek zijn. Er zijn er nog 1 en 3 guys over, volgens mij. Oké, hij gaat weg. Hij is weg. Danny, hij is weg. Goed zo. Dankjewel, Danny. Bro, ik had echt niet verwacht dat het zo ver zou komen. Zit dus achter dat bootje. Oh, net niet. Het is net dat hij net op tijd wegging. Die eerste shot was een beetje mooi. En toen ging je wel raak, maar dat was een beetje te laat. Oh bro, als je in ieder geval 1 iemand kan knocken alvast, hè, dat zou echt ziek zijn. Je moet 3 enemies moet je nu gaan killen. Maar laten we hier even een spannend muziekje onder zetten, oké? 3, 2, 1. En hier gaat hij. Danny. Danny gaat eraf. Oh. Er zijn meer teammates over. Niet alleen zij 2. Er zijn nog 3 teams in totaal. Hij schiet ze naar beneden toe. Dat gaat heel erg goed. Een banaan in het water. Wordt een beetje nat. Maakt niet uit. Hij reloadt ze. Hij wil eerst de banaan killen. En hij gaat ervoor. Danny. Danny in actie. Oh, dat deed je heel netjes. Dat deed Danny heel netjes. Oh, 110 damage. En de banaan gaat eraan flarden. De banaan leeft nog. Dit wordt interessant. Ik zou je dingen reloaden. Ik bedoel, Danny gaat er vandoor. Danny, reload je things. Reload the ting. Dankjewel. Nog 3 enemies nog steeds over.
Banaan leeft nog. Banaan is dood. Oh, kom op, kom op. Ja, ja, ja. No way. Kom op. No way. No way. Danny. Danny. Gaat Danny hem klutschen? Gaat Danny klutschen hem? Danny klutscht hem! No way! Danny klutscht hem gewoon. Danny klutscht hem. Wat? Bro, Danny. Dude, deze guy. De guy die ik voor gek verklaarde in het begin van het potje heeft gewoon geklutscht tegen... Yo, dit is sick. Het is wel een beetje awkward dat je zeg maar zo aan het dansen bent zonder muziek. Weet je, dat is een beetje awkward. Het is een beetje alsof ik je zo... in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Smash the button, ze mogen super tof zijn. Laten we even een like achterlaten voor Danny. Want Danny heeft het zeker weten verdiend. In ieder geval, nogmaals dankjewel voor het kijken. Het zou heel erg tof zijn. Dan zou je willen abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4 uur op mijn kanaal. Ciao.